Dairy Campus is het Nationaal Innovatie- en Onderzoekscentrum voor de melkveehouderij. Ontstaan eigenlijk al een aantal jaar geleden vanuit de regionale proefboerderijen die samengevoegd zijn. De Dairy Campus is belangrijk vanuit die samenwerking van al die partijen. Het is verbonden met Wageningen Universiteit, het is verbonden met Van Hal-Larenstein, met het Noordwijk College, met de LTO Nederland, met de zuivelindustrie Friesland Campina, met de regio. Het belangrijke is dat hier partijen samenwerken op al die onderdelen van die onderzoekers tot en met die studenten aan die uitdagingen. In 2011 zijn we begonnen om een programma van eisen op te stellen. Wat wil je nou eigenlijk met elkaar gaan doen? En een voorlopig ontwerp, de begrotingen erbij, want je hebt te maken met het budget. En we zijn ruim een jaar geleden met de bouw begonnen en op dit moment zijn we zover dat een aantal stallen al in gebruik zijn. Dus we hebben in het ontwerp hebben wij vooral functionele eisen meegenomen. Dat betekent bijvoorbeeld bij een voedingsstal dat de eisen ook waren dat binnen de voedingsstal er volstrekt gelijke klimaten waren, zodat voedingsonderzoek goed kon worden gedaan. En de andere kant, en dan gaan we naar de buitenkant, betekende ook dat inderdaad het geheel een goede uitstraling moet hebben en daardoor hier in dit geval ook een uitstraling hebben gemaakt met heel veel hout op de kopgevels en speciale plankprofielen aan de achtergevels en de zijgevels. Wat me heel erg aantrekt in het doen van onderzoek hier op de Dairy Campus is dat het uiteindelijk beschikbaar komt voor de Nederlandse melkveehouderij. Een recent voorbeeld daarvan is de fokwaarde voor voeropname die 6 april jongstleden is gelanceerd. En door de data die we hier hebben verzameld op de Dairy Campus bij de voerbakken, hebben we die fokwaarden dus kunnen maken en kunnen publiceren. Het onderzoek wat wij hier doen in de meet- en milieustalen op de Dairy Campus is het onderzoek naar mestbeluchtingssysteem. Nee. De resultaten die er straks uit voortkomen, daarmee kunnen wij weer richting de TAG-RAF-commissie gaan en aangeven van ja, dit is het reducerend vermogen van dit systeem wat in de markt gezet kan worden. Wij kennen al meer dan 60 jaar lichtboxenstaal en daar is nog heel veel verbetering mogelijk. Met zachtere omgeving voor dierenwelzijn, maar ook met emissiearme vloersystemen. Maar naast de lichtboxstal doen we ook avontuurlijk onderzoek naar wat we noemen vrijloopstallen. Daar zijn we samen met het bedrijfsleven en met onderwijs doen we daar onderzoek. Dat doen we op een onafhankelijke manier, dus resultaten kunnen meevallen, kan ook tegenvallen. Als het tegenvalt, dan moeten we weer verder in het innovatieproces. Ja, dat hoort nu één keer bij innoveren. Dairy Training Center traint de toekomstige bedrijfsopvolgers. Dus jonge melkveehouders die stomen wij klaar voor het ondernemerschap. Daarnaast trainen we studenten, middelbaar, hoger, universitair niveau. En trainen we heel fors het bedrijfsleven en ook internationale deelnemers komen graag naar de Dairy Campus toe om daar getraind te worden in de praktijk van de melkveehouderij. Wat wij voor Dairy Campus doen is dat we samen met studenten soms nadenken over bepaalde vraagstukken die er zijn vanuit Dairy Campus. Anderzijds ook dat we samen met studenten, maar ook wel docenten, meewerken in onderzoeksprojecten die lopen op Dairy Campus. En zo kunnen we ook die actualiteit uit die projecten weer in het onderwijs brengen. Ik help hier hoofdzakelijk mee met het bewijdingsonderzoek. Het onderzoek gaat vooral om te onderzoeken of het mogelijk is voor een intensief bedrijf of op een kleine huiskavel goed te kunnen weiden. Ik wil zelf graag boer worden later. Nou ja, dan is dit een hele mooie plek om nou ja, een beetje aan het allernieuwste te kunnen snuffelen, zeg maar. En kijken hoe het gaat bij het ontwikkelen van nieuwe technieken voor de melkveehouderij. Mijn onderzoek gaat over alternatieve vloeren in de vroege opvak. Ik kijk naar kalveren vanaf 2 weken of zij eventueel op alternatieve vloeren willen gaan liggen en of er eventueel een mogelijkheid is om stro te vervangen. Het onderzoek is een voorstudie voor het grote meerjarige project Innokalf. De toekomst van Dairy Campus is natuurlijk altijd wat kijken in de toekomst is lastig. Wat wij proberen te doen met onze partners is ook proberen een voorstelling te maken van hoe die toekomst eruit kan zien. Een toekomst voorspellen kun je niet, een toekomst voorstellen kun je wel. Dus we maken met partners gebruik van animaties, brainstorm sessies. En ontstaan er soms plaatjes waarvan je denkt, is dat nou de toekomst?